Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer. Terug van weg geweest, oftewel nieuw in een nieuwe tijdperk. Adidas, SO20. Ik laat het eerst even goed zien. Oké, de SO20, wat is dit voor een schoen? Adidas heeft deze ontworpen als een tussenschoen eigenlijk om de Adidas Boost eigenlijk een kleine upgrade te geven. Boost is wel vervangen voor het lightweight materiaal en het dempende materiaal is echt een nieuw foam materiaal. Het staat over de hele zool, hetzelfde dempende materiaal. Lightstrike staat hier gewoon keurig geïngraveerd in de schoen. Dat betekent eigenlijk dat het een foam schoen geworden is. Dat betekent ook dat de schoen wat lichter geworden is. En dat betekent ook eigenlijk dat het lichter geworden is, betekent over het algemeen dat je eigenlijk wat demping verliest. Maar bij deze schoen, bij Adidas, nee. Hij geeft gewoon uitstekende demping. Dat betekent eigenlijk dat hij gewoon de voorvoet, de heel, eigenlijk gewoon extra comfort geeft voor een lichtgewicht schoen. En dat maakt hem weer zo uniek als een tussenschoen. Gaan we naar de zool. Dempen bij de heel. Dan zie je echt een bescherming, is ook een flexibele materiaal, ontzettend slijtvast, maar beweegt gewoon lekker keurig mee. Oké, dan ga ik weer naar de torsiesysteem. Alle bekende torsiesysteem is bedoeld voor stabiliteit. Dat betekent eigenlijk weer in de lengte dat het deze stabiliteit geeft. Maar ook het opwinden, oftewel de energie opsparen op het moment dat je wilt afzetten, dat je extra afzet gaat krijgen. En dat doet het torsiesysteem ook. Dus hier zit ook eigenlijk een soort extra energie meegeven in de schoen. En dat doet Adidas met het torsiesysteem. Voorkant, het allerbekende Continental rubber. Ik laat het even goed zien. Voorkant weer in het websysteem, dat eigenlijk de druk weer goed verdeeld wordt. Ontzettend slijtvast, maar licht. Licht en slijtvast. Oké, dan gaan we naar de bovenweep. Traditioneel mesh. En het is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Het is eigenlijk een sterke bovenweep geworden. Het is gewoon niet dat de allemaal meerekt. Nee, het is gewoon een sterk mesh nylon. Goed ademend, maar zeg ik er gelijk bij. Wat ze gedaan hebben, is eigenlijk de mesh nylon. Normaal gesproken krijg je vakjes die eigenlijk gewoon zo op je voet in loopt. Maar normaal gesproken ga je wip je eigenlijk een beetje zo weg. En dan zit het eigenlijk weer keurig op je voet dat het geen frictie geeft. En dan kan je dat zien. Het zit er namelijk een beetje uit zit een hoek in. Dat je echt de goede verdeling gaat krijgen. Om eigenlijk het middenstuk sterker te maken, heeft Adidas van de middenvoet naar de hiel een overbrugging gemaakt. En eigenlijk de binnenkant en de buitenkant, de schoen, ja eigenlijk die zadelschoen, perfect om je voet heen zitten. In combinatie met een stevig hiel, betekent eigenlijk dat de schoen bij hoge snelheid gewoon lekker stevig rond je hak blijft zitten. De schoen is echt een lichtgewicht schoen, maar kilometer vreed. Je kunt er gewoon echt veel mee doen. Oké, ik laat hem nog één keer zien. Want wat heeft Adidas ook gedaan met deze schoen in deze huidige tijd? Ja, eigenlijk allemaal gebruik van upcycled plastic wat ze vanuit de oceaan weggehaald hebben en eigenlijk daar weer een nylon van gemaakt hebben. In combinatie met het poly, dat is eigenlijk het verwerkte materiaal van wat ze ook al gedaan hadden, is een combinatie van allerlei systemen recycling van oude materialen. En dan komt dus een schoen uit. SL20, Superlight, daar staat de SL voor. En ik heb dit, is de damesversie. En ik ga nu de heren even laten zien. Is de heren. En bij de heren kun je het zo goed zien naar de web. Verdeling eigenlijk over de demper heen. Dat is hetzelfde. Ik zou zeggen, kom passen, hij is er. Dames, heren, snelle schoen, lekkere schoen. Mooi voor je trainingen. Komt hij weer. Oké, dat was het voor deze week. Op naar de volgende keer. Hoi!